Wethouder Roberto ter Haak, de raad heeft je de opdracht gegeven om nog even goed met de cijfers, naar de cijfers te kijken, naar alternatieven te komen. Je hebt een verhaal gehouden. Er komt er in feite op neer, extra zwembad is mogelijk, maar dan moeten voor de komende 40 jaar 354.000 euro bijgelapt worden. Klopt dat? Dat klopt. Dus 354.000 euro extra in de lopende begroting en natuurlijk ook een investering van 6,5 miljoen uit de reserves. Dan hebben we het over een periode van 40 jaar, want zolang we dat zwembad erbij blijft, over een bedrag van extra van 14,1 miljoen euro. Is dat niet ontzettend veel geld voor een tweede zwembad in één gemeente? Een zwembad kost altijd geld en de politieke vraag die u nu stelt, ja, daar moet de raad eigenlijk over oordelen. En de raad heeft het college gevraagd om inzichtelijk te maken of het financieel haalbaar is en wat dat dan betekent. En of de raad het er voor over heeft. Nou, dat hoor ik dan graag op 10 november, want die informatie heb ik wel nodig om verdere stappen te kunnen ondernemen. Ja, dat is het politieke antwoord, maar aan de andere kant, 14 miljoen is natuurlijk bijzonder veel geld voor een tweede zwembad, en nog basaal ook nog. Een zwembad kost altijd geld, en dit is wat wij denken dat dit zwembad gaat kosten, en nogmaals, of de raad het daarvoor over heeft, ja, daar moet de raad zelf over beslissen. Was dit financieel plaatje haalbaar geweest zonder de verzekeringsgelden? Dan had het plaatje er wel anders uitgezien, want dan, hè, wij gaan nu uit van 4,5 miljoen. Dus dat betekent dat we 4,5 miljoen extra hadden moeten vinden. Of uit de reserves, dat zou dan betekenen dat we heel veel andere investeringsambities niet zouden kunnen doen. Dat onze reservepositie echt afneemt. Dus dat betekent ook iets voor de manier waarop je risico's in de toekomst het hoofd kunt bieden. Of we hadden die 4,5 miljoen extra in de lopende begroting moeten opvangen. Ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat er weinig andere ruimte is voor bijvoorbeeld beleidskeuzes. Of ook daar risico's in op te vangen. Hoe triest de brand dan ook was, maar is er dan uiteindelijk niet in goed Nederlands een blessing in disguise? Dat er toch wat extra financiën binnen zijn gekomen voor het zwembad? Nou, de brand is natuurlijk voor de Noordwijkers, de Noordwijkerhouters, de Zilkers, iedereen die de Schelft een warm hart toedraagt. Echt een ramp, zeker voor de verenigingen en de carnavalsvierders. Maar eerlijk is eerlijk. Het krijgen van verzekeringsgeld biedt ook wel weer kansen om een mooie multifunctionele accommodatie voor de toekomst te bouwen. Ik heb de koppen even geteld en we moeten de uitslag afwachten op 10 november. Maar het ziet er naar uit dat de raad inderdaad wel gaat voor een multifunctionele hal met een basaal zwembad. Wanneer dat gaat, dan wordt het proces in werking gezet. Wanneer kan het zwembad er staan en wanneer kan een multifunctionele hal er staan? Nou, we moeten in ieder geval helderheid hebben van die financiën, dus dat volgt 10 november en nou, dan zullen we zien. En we moeten alles op alles zetten om eind 2023 de bouwwerkzaamheden te starten, zodat we dus dat verzekeringsgeld vaststellen. Ja, dan is het een beetje afhankelijk van welk ontwerper is gekozen en hoe groot het is. Maar in 2025 zal dan de nieuwe accommodatie eigenlijk geopend moeten worden.